Dit is hem dan, de nieuwe handcreme van Lovely. En is hij niet cute? Ik was er tenminste helemaal verliefd op toen ik hem zag. Helemaal blij mee. En gisteren stond ik in deze winkel hier van Lovely in Haarlem. En toen kreeg ik de vraag, waarom zou ik niet gewoon de bodycream gebruiken van Lovely? Deze dus. Want wat is eigenlijk het verschil tussen de bodycream en de handcreme? En toen dacht ik, waarom ga ik daar niet een video over maken? Deze dus. Want het antwoord is eigenlijk heel simpel. Je kunt inderdaad gewoon heel goed de bodycream ook gebruiken voor je handen. Je kunt het gebruiken voor je hele lijf. Het is een super verzorgende crème. Je kunt het zelfs gebruiken voor je gezicht. Alleen heeft de huid van je handen gewoon een hele andere behoefte dan de huid bijvoorbeeld van je benen. Want je handen, ja, die gebruik je de hele dag door. Je wast ermee af. Je wast je handen misschien wel 10 keer per dag met een agressieve zeep. En je gaat naar buiten onbeschermd in weer en wind en zon. En binnen heb je de verwarming waardoor je huid sneller uitdroogt. En als je een beetje bent zoals ik, dan beschadig je de huid van je handen ook regelmatig. Ik heb bijvoorbeeld een ding met het klittenband van de zakken van mijn jas. Waar ik steeds langs schuur en steeds mijn handen aan open haal. En daarom hebben we in de handcreme van Lovely een hoge dosis calendula gedaan. En calendula, dat heet ook wel goudsbloem, dat heeft al sinds jaar en dag is daarvan bekend dat het werkt als wondhelend. Dus het helpt je huid te herstellen en je huid dus te helen. En daarom zit er in ieder geval een hoge concentratie calendula in de handcreme. Maar de handcreme die heeft nog een tweede hele belangrijke uitdaging. En dat is dat het ook heel erg snel moet kunnen intrekken. Je wil natuurlijk heel graag dat je handcreme heel verzorgend is en heel diep intrekt. Maar het vervelende van crèmes en oliën is dat de crèmes en oliën die heel snel intrekken, die gaan niet diep. En de crèmes en oliën die wel heel snel in, of die wel heel verzorgend zijn, die trekken weer heel langzaam in. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging, want je hebt je handen steeds nodig om meteen weer verder te gaan met typen of je telefoon te pakken of misschien wat te koken. En ja, dan kan je niet gaan wachten totdat dat laagje weer van je handen is. Dus dat was een hele grote uitdaging en daar hebben we 2 trucjes op gevonden. Het ene is dat we squalaan hebben toegevoegd. En squalaan, dat is een werkzame stof uit olijfolie. En dat zorgt ervoor dat de werkzame stoffen van andere boters en oliën extra diep je huid in getransporteerd worden. Dus dat is al heel super. Maar de tweede stof is arrowroot. En arrowroot, dat is een poeder dat je misschien wel herkent van de deodorant. Want dat zit in al onze Lovely Deo's. Het heeft namelijk een huidverzorgende werking, maar ook een deodoriserende werking. En daarom is het zo goed in een deodorant. Maar toen kwam ik erachter dat het ook nog een derde werking heeft. En dat is dat het vettige laagje op je huid absorbeert. Dus je kan nog steeds in de handcreme een hele verzorgende boter gebruiken, zoals mangoboter. Maar als je dat combineert met arrowroot, dan zorgt ervoor dat het wel diep in je huid trekt, maar dat je niet dat vettige laagje op je huid voelt. Nou, en dat zit dus ook in de handcreme. Dus de 2 belangrijkste verschillen tussen de bodycream en de handcreme is dat er in de handcreme extra hoge dosis calendula zit. En dus de arrowroot, waardoor die wel snel intrekt en je gewoon lekker meteen weer door kan. En de derde is natuurlijk dat dit een kleine leuke tube is. Dus die kleine tube die kan je heel veel makkelijker in je tas gooien, in je bureaula gooien en hem overal gebruiken. En natuurlijk is hij helemaal troepvrij. Er zit geen paraffine in, er zitten geen minerale olie in, geen parabenen, geen siliconen. Dus je kunt hem gerust met een gerust hart overal gebruiken. En hij is ook nog eens gemaakt van suikerriet. Dus extra goed voor het milieu. En mocht je hem zelf ook willen proberen, dan vind je hem natuurlijk hier in onze winkel in Haarlem. Maar ook in onze webshop. En ondertussen zijn er al meer dan 400 verkooppunten van Lovely. Dus daar kun je zeker ook vragen naar deze handcreme van Lovely. Ik wens je er heel veel plezier mee en tot de volgende keer. Doei doei!